Villa Romana del Castale is een van de meest bijzondere Romeinse villa's die in de oudheid zijn gebouwd. De villa ligt vlakbij het stadje Piazza Armerina op het eiland Sicilië aan de voet van de Monte Mangione. De rijkdom van de eigenaar van dit gebouw is op allerlei manieren terug te zien. Historici hebben zich sinds het eerste onderzoek naar de villa in 1761 en de opgravingen in de 19e en 20e eeuw voortdurend afgevraagd van wie de villa was. Een van de meest genoemde namen was die van generaal en medekeizer van het Romeinse Rijk Marcus Valerius Maximilianus. Keizer Diocletianus had Maximilianus in 286 tot medekeizer benoemd omdat hij vond dat het Romeinse Rijk te groot was om alleen te besturen. Diocletianus nam toen het oosten van het Rijk voor zijn rekening en Maximilianus het westen. In dit gedeelte van het Rijk lag ook Sicilië. Toch is er nergens zwart op wit vastgelegd dat Maximilianus Villa Romana del Casale heeft laten bouwen. Dat maakte de weg vrij voor andere speculaties over de eigenaar. Misschien was de opdrachtgever wel een rijke handelaar die zijn geld verdiende door de export van wijn, graan of olie. Of misschien was het wel een belangrijke Romeinse politicus die zijn status en macht wilde laten zien door het bouwen van de villa. Wie ook de eerste eigenaar van de villa was, het was in ieder geval iemand met veel geld en een voorliefde voor luxe. Bijzonder is dat de villa eeuwenlang na de bouw intact is gebleven. Hoewel aardbevingen en overstromingen de villa soms aantasten, zorgden de invallen van de Germanen in de 5e eeuw en de Arabische overheersing tussen de 9e en de 11e eeuw niet voor verwoestingen. Waarschijnlijk waren het de aanvallen van de Normandiërs die dat op hun geweten hadden. Daarna raakte de villa in de vergetelheid. Een aardverschuiving bedoelde Villa Romana del Casale onder een dikke laag zand, waardoor de villa pas na opgravingen weer tevoorschijn kwam. De villa had zowel openbare als privéruimtes. Midden in de villa lag het peristilium. Dit openbare gedeelte bestond uit een grote rechthoekige ruimte die door een zuidelijke omgeven was. Daarnaast bevond zich een basilica als centrale ontvangstruimte en kamers voor de gasten. Aan de rand van het complex waren de baden en de thermen te vinden. En verder was er ook nog een officiële eetzaal, het triclinium, met daaraan vast ook enkele salons. De kleinere ruimtes ten noorden van het peristilium zijn keuken en dienstruimtes geweest, net zoals gastenkamers. Ten oosten van het hof was het privégedeelte. Bijzonder aan de villa zijn de mozaïeken die je overal nog terug ziet. Waarschijnlijk zijn ze gemaakt door uit Noord-Afrika en laten ze allerlei voorstellingen zien. Een van de meest bekende mozaïeken is die van de bikinimeisjes. Dit mozaïek toont acht jonge vrouwen met een nauwe borstband die op een bikini lijkt. Ze zijn bezig met lichamelijke oefeningen. In het bovenste gedeelte draagt het meisje aan de linkerkant gewichtjes in haar hand. Een lange tijd werd gedacht dat vrouwen het niet aan sport deden, maar deze afbeelding bewijst wellicht het tegendeel. Andere bijzondere mozaïken zijn die van goden en mythologische figuren, zoals de cycloop, een woeste reus maar met één oog. En drie grote mozaïken vallen daarnaast ook op. Scènes van het Circus Maximus in Rome, waar wagenrennen plaatsvonden, is er zo een. En ook het jachtmozaïek op de vloer van een van de ruimtes naast de zuilengelderij valt direct op. In een soort stripverhaal wordt alles in beeld gebracht: het vertrek van huis, het offer aan de jachtgodin Diana, de honden die in het wild opjagen, een jager te paard die een haas spiest een wild zwijn dat wordt doorstoken, het wegvoeren van gedode dieren en een banket waar slaven de jagers die van hapjes en drankjes voorzien. Het meest opzienbarende mozaïek is dat van het transport van wilde dieren naar het Colosseum in Rome. De vangst en de inscheping van panters, antilopen, leeuwen en andere wilde dieren zijn afgebeeld in dit mozaïek. Al deze zaken laten de rijkdom en welvaart van de villa-eigenaar zien. En dat in een tijd dat het met het Romeinse Rijk niet zo goed meer ging. Het zwaartepunt van het Rijk verplaatste zich steeds meer naar het oosten, terwijl het Romeinse Rijk in het westen en dus ook in Sicilië een onzekere toekomst tegemoet ging.